Vicepresident Ronnie Brunswijk is erg bezorgd over de administratieve kosten die gepaard gaan met een transactie bij de commerciële banken. Nu zijn cliënten verplicht om voor elke storting in vreemde valuta op de eigen rekening of op de rekening van derden maar liefst 4% van het te storten bedrag aan transactiekosten te betalen. Surinamers die stortingen verrichten bij de bankinstellingen moeten kosten betalen op hun eigen geld. Hoe is dat mogelijk? Voorzitter, ik ben de bezitter van mijn eigen geld. Vervolgens breng ik het naar de bank en ik moet daarop zulke hoge kosten betalen. Te weten 4%, voorzitter. Ook als ik mijn eigen geld wil lichten of pinnen, moet ik weer kosten betalen. Verder brengen banken nu ook kosten in rekening voor het hebben van een spaarrekening. De VP gaf verder aan dat Suriname uniek is als er wordt gekeken naar de hoogte van de extra kosten. Hij vroeg zich af waar ons land naartoe gaat met dergelijke regels. Volgens Brunswijk kunnen deze kosten worden aangemerkt als een oneigenlijke verzwaring. Het zal moeten worden hoe er zo snel als mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden middels wet en regelgeving, zodat deze oneigenlijke verzwaring tot het verleden kunnen gaan behoren. De regering zal nagaan welk antwoord hierop geformuleerd zult worden. Gezien de negatieve gevolgen van deze regeling vanuit de banken, kan de regering niets anders dan hieraan te werken totdat er voor alle partijen, maar in het bijzonder het volk, een acceptabele oplossing is gevonden.